Even tussen de bedrijven door een spontane video, want er is post gekomen en ik dacht, ik weet dat jullie uitpakvideo's altijd heel erg leuk vinden. Dus ik dacht, weet je wat, dan zet ik de camera gewoon aan en dan pak ik hem even uit, terwijl jullie mee kunnen kijken wat hierin zit. Ik zou moeten weten wat erin zit, maar ik ben het vergeten. Nou, bij hoge uitzondering film ik deze keer even op mijn smartphone, want dat was gewoon even makkelijker. Nou, even, huppatee, we gaan meteen eens kijken wat hierin zit. Ik ga niet spieken. Ha! Jullie gaan ook niet spieken, want niemand ziet het nog. Nou, laten we eens kijken. Laten we hem omdraaien, want hij ligt waarschijnlijk verkeerd om. Oké, nou, ik heb al door welke dit is. Kijk dan, even. Meisjes van Medusa. Van Frederik Hautin en Lode Peters. Nou, dat ziet er wel heel erg mooi uit. Laten we meteen maar even, ja, meteen maar even kijken. Oh, dit is nieuw. Reclame voor Stripmunk. Nou ja, mocht je hem niet hebben, scan de code van deze video. Misschien werkt het, ik weet het niet. Maar goed, we gaan het zien. Ik ben erg benieuwd naar wat met dit boek ga ik een beetje uit mijn eigen comfortzone. Ik heb een beetje gelezen waar het over gaat. Het gaat sowieso gewoon volledig over vrouwen en een coming-of-age verhaal. En ja, ik denk dat ik heel even wat moet skippen. Nou, dus ik ga even wat skippen, want ik weet niet wat er komt, maar ik had een vermoeden. Dus, maar ik moet wel zeggen, dit ziet er wel heel erg mooi uit. Dus en tot op heden, ja, weinig tekst. Nou, hebben jullie in ieder geval alvast even een sneak preview gehad van deze. De meisjes van Medusa. Nou, hartstikke leuk. Dan, wat zit daaronder? Even draaien. Ja, deze wilde ik ook eens even uitproberen eigenlijk. Was ik wel erg nieuwsgierig naar. Ik heb al heel veel vliegtuigstrips gelezen, besproken. Deze heb ik heel vaak voorbij zien komen. Die sla ik eigenlijk altijd over. Ik dacht, weet je wat, laten we deze keer hem eens niet overslaan. En laat ik hem toch eens gaan bekijken. Dus ja, het scenario is in ieder geval van Frédéric Zumbiel. Die heeft volgens mij ook al wat nieuwe avonturen van Tanguy en La Verdure gedaan. Nou ja, er zijn al wel een aantal albums van uit, zoals je ziet. Dus ja, weet je, realistische vliegtuigstrips. Ik had zoiets van, weet je wat, we gaan hem gewoon eens proberen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Tot op heden moet ik wel zeggen, qua tekenwerk ziet het er wel mooi uit. Dus, nou, goed, die dus. En de laatste, drumroll please. Ik heb geen trommel, helaas. Ja, Scotland. Ja, daar was ik ook eens even nieuwsgierig naar. Rodolphe, Leo en Marshall. Omdat ik natuurlijk van Leo en Rodolphe al het een en ander gelezen heb. En dat vind ik wel mooi. En ik had het idee dat dit een iets wat andere insteek is. Nou is dit wel een deel 2, dus ik mis het eerste deel. Maar mocht ik deze toch wel, ja, heel tof vinden, dan kan het best zijn dat ik gewoon dat eerste deel bij de stripwinkel ga halen en ga lezen. En dit ziet er qua sfeer en qua tekenstijl heel anders uit dan wat ik gewend ben van de science fiction reeksen van hun. Dit ziet er wat, wat donkerder uit, wat grimmiger. Dat andere is vaak heel strak, ook qua kleuren. Dit ziet er toch wel heel anders uit. Dus ja, tot op heden heb ik wel zoiets van, oké, ik denk dat ik hier wel een goede keus aan heb gedaan. Even het bewijs dat ik op een smartphone aan het filmen ben, want hier staat mijn grote camera waar ik normaal mee film. Nou ja, niet het boek, want die film ik wel met deze, maar normaal gesproken mijzelf film ik met deze camera. Ja, met smartphone, maar ik moet zeggen, en selfie camera ook nog eens een keer, maar ik moet zeggen, het ziet er wel goed uit. Nou ja, 3 interessante boeken, 2 vrij gestandaard stripboeken en 1 graphic novel waar ik ook wel heel erg nieuwsgierig naar ben. Oh, dit ziet er ook wel tof uit trouwens, dat had ik nog niet eens gezien. Nou ja, goed. Ja, achterzijdes had ik sowieso nog helemaal niet gezien. Oh ja, dat zijn andere boeken. Ik moest even kijken. Goed, 3 boeken. Nou ja, bij deze heb ik ze voor de camera uitgepakt. En de stripvlogs hierover, die ga je de komende tijd wel voorbij zien komen op mijn kanaal. Maar ik heb eerst nog een paar andere boeken waar ik mee bezig ben. Want ik zeg al, dit is even een tussendoortje. En er komt nog meer aan. Dus bij deze, ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, dan zou ik zeggen, nou, nog weer een reden om dat toch te doen, zodat je deze video's niet gaat missen. Bedankt voor het kijken, jongens, en tot de volgende stripvlog.